Sports. It's in the game. Het heeft even geduurd, maar dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij F1 23 My Team Career Mode. Voor degenen die nieuw zijn op mijn kanaal, mijn naam is Gian Landsgraven en ik upload game video's voornamelijk van de Formule 1. Het heeft even een hele lange tijd geduurd waarom mijn laptop was bij de reparatiecenter in Asus, want mijn accu was kapot. Die accu hebben ze vervangen, laptop is opnieuw naar mij toegestuurd, alleen wat bleek dus, accu was weer kapot. Dus opnieuw naar Asus toegestuurd en zo zijn we inmiddels in september. Ik zal even kijken wanneer de laatste video van mij online kwam. 2000 years later. Dat was volgens mij met Nebias. En die video is alweer tijdens het inspreken. ...12 augustus online gekomen. Het is nu, met inspreken, al gelijk 19 september. Meer dan een maand. Goed verhaal. Heb ik gewoon niet kunnen uploaden. Maar goed, geeft niks. We hebben dus een nieuw seizoen gestart. Dit was dus de auto. Helaas heb ik niet meer de grote files, want Asus heeft heel mijn laptop gewiped. Dus we moeten het even doen met de highlights. We werden dus vijfde in die grote prijs. We hebben een nieuwe teamgenoot Mark Webber. Ik ben helaas een beetje verkouden, maar goed, dat geeft helemaal niks. Zometeen volgt de highlights, zal niet al te lang duren. En na die highlights, ja, dan spreek ik jullie weer. Even een aantal upgrades nog doen voor Australië die erbij komen. En dan komen dus nu de highlights. Geniet ervan en tot dadelijk. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, werden wij dus mooi vijfde. Er zat een rode vlag in.
Maar goed, dat geeft allemaal niks. We hebben gewoon weer 10 belangrijke punten gepakt. Goede start van het tweede seizoen. En is het op naar Australië. Maar goed, ik ga deze hele korte video al gelijk afronden, mensen. Ik heb niks meer om te uploaden. Dit zijn de files die ik heb. Moet helaas mee zien te doen. Dit was journaal, mensen. Abonneer alsjeblieft voor meer wekelijkse My Team Karimut video's. Hopelijk dat het dit keer wel goed gaat. En zo niet, dan wordt het nog een keer een retourtje naar Emmen. Ja, dat is mijn merk. En nog één. Goed, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikers samen zijn in de beschrijving. Dit was journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.